kan helaas niet bij zijn. Ik heb een concert van You Beving, ook in Doetinchem, toevallig. Leuk. Dus in Nijmegen, dus, ja, ja. Helaas. Ja, goeie. En je bent ook gitarist, dus je speelt ook gitaar, geloof ik, hè? Ja, klopt. Zelf een beetje, ja, nu anderhalf jaar ongeveer. Ja. En dat doe ik een beetje in de tijd dat ik even niet aan het fietsen wil denken. Ja. Ja. Ga ik even om gitaar spelen. Ja. En ben je goed of gewoon lekker pielen? Ja, wanneer ben je goed? Dat weet ik ook niet. Ik kan een beetje spelen. Dus ik vind het vooral heel leuk om te doen. Ja. En je doet dat eigenlijk om een beetje je gedachten te verzetten? Of? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is een beetje gekomen toen ik geen school meer had. Toen moest ik toch wat anders vinden om de dag te vullen. Ja. Toen ben ik dat gaan doen en ik vond het echt heel leuk. Ja. Oké, okay, maar ga je nog in een band spelen of zo? Of daar kun je natuurlijk niet, hè? Ja, wie weet. Nu kan het nu niet, kan maar niet. Misschien ooit. Ja. In het zwarte gat. Dan word je de begeleidingsartiest van Joep Beving. Ja, of we zien je in de Zwarte Cross. Ook kan als een schaatser die ook in een band speelde. Mark Duitert. Ja. Nou, die kreeg ik altijd de gast bij mij in de theatertent. Ja, Bradley Wiggins ook. Speelt ook veel gitaar. Ja. Dus, nou ja. Kan wel. Gaan we elkaar zien? Kan wel, ja. Leuk man.